Ratchet. Later, Mel. Tot de volgende keer. Tot strakjes, Chloe. Dit is echt een hele toffe film. Het gaat voor mij, deze film gaat voor mij heel erg over vriendschap en over teamwork. Het is grappig, het is gevat. Het is ontroerend. Oh, dat is Max. Ik ben benieuwd wat Max er zelf van vindt. Ja. Maar dit is Gidget. Maar het hondje uit Philip. We geven het niet zomaar op. Wat denk je dat die de huisdieren nou doen als jij weg bent? Ik denk dat mijn katten vooral heel veel slapen en niet zoveel doen, denk ik. Dus vul het maar in wat jij zou doen. Dat gebeurt. Ja, die beesten hebben gewoon een dikke fitte party. Vooral die insecten in mijn huis. En vooral veel slapen, dat denk ik. Doen zij echt wat ik denk dat zij doen? Want we hebben zo'n groot feestje en dat willen ze in deze film ook laten zien. Ah! Nu is mijn geduld op! Ik ben behoorlijk aaibaar. Maar je moet niet te lang tegen mijn haren instrijken, want dan gaan mijn stekels omhoog. Kijk, zie je? Ik bijt niet. Er zijn heel veel mensen die vinden me nu extra aaibaar door dit inderdaad. Kijk, dit is lief. Bij deze Nederlandse versie hebben we natuurlijk ook een Nederlandse stemmencast. En die stemmencast die wil ik gewoon graag aan jullie voorstellen. Dus geef ze een applaus, want hier zijn Vetje van de Wet met Max. Jan Dino als Paraat met Sneeuwbal. Peggy Vrijens als Gidget. Roé Verveer met Buddy. Murtmossel met Ozon. En Nurlaya en Julia. Als je wakker bent, laat je horen! Hey jongens en meisjes, het is zover. Ik denk dat we allemaal wel benieuwd zijn naar de film. We hebben je vriend! 1-0 van mij! Ah! Uh-oh, we doen net alsof dit niet gebeurd is. Na mijn rol hou ik iets meer van konijnen, maar wel de konijn die ik mocht spelen. En maar het was super gaaf, want het was ook leuk om te zien dat alle kinderen en ouders zo hard moesten lachen om de film. Ik vond het heel leuk. En mijn lievelingskarakter is Sneeuwbal, want hij is lief, schattig, maar ook een beetje gemeen tegelijk. To the max. Nou, een grappige film hoor. Ik heb hard gelachen een paar keer. Ik was heel trots, ik vond het echt goed gedaan en ik had hem nog niet helemaal gezien. Dus echt een hele leuke film. Ja, het is zo grappig. Ik vraag me dan altijd af, hoe bedenken ze het? Hoe kunnen ze het verzinnen? Er zitten hele leuke vechtscènes in en als die straatkatten allemaal tevoorschijn komen en die bal, nou ja. Mensen moeten dit gaan zien, want het is ontzettend grappig. Tot vanavond. Weet jij wat je huisdier doet als je niet thuis bent? Ik mis haar zo vreselijk. Ze is terug! Mobiel vergeten. Oh, ik mis haar zo vreselijk. Waar ze het over hebben. Hoi, hoe gaat het? Oh, santé! Waar ze over dromen. Nog iets van plan vandaag? Ja, belangrijke dingen vandaag. Dit hebben gevechtsplannen in grote lijnen. Kijk hier! Bam! Bam! Pluizenbol sport voor gemeente. De mensen achter verschrikkelijke ikken en minions. Huisdiergeheimen. Vanaf 27 juli overal voorpremières.